Ja mensen, we zijn hier dan gekomen in een volgende plek en dat is Oosterhout. En voor de mensen die niet kijken hebben we allemaal leuke cadeaus mee. En voor de mensen die wel kijken, ja die hebben het al naar hun zin natuurlijk. Dus u kijkt natuurlijk niet. Ik kijk natuurlijk niet. Nee. Maar wat doet u dan wel? Waarom kijkt u niet? Muziek luisteren. Muziek luisteren. De buren toevallig, waar we niet televisie aan hebben staan, heb ik hier meegenomen. Kijk. Even showen. Kijk eens. Oordopjes. Kijk, het is toch handig, hè? Want kijk eens. Als de buren te veel herrie maken, is dat. Precies. Is dat handig? Ja, dat is heel handig. Wens u veel carnavalsplezier. Ja. Dank u wel voor het open doen. Nog even een leuk woord over Oosterhout. Wat maakt Oosterhout nou zo uniek? Is het de tuindesign? Of wat zou u willen adviseren als zeg maar positief element van Oosterhout? Ja, ooievaars komen hier, hè? Ooievaars. Ja, hier zitten ze. En ze blijven hier, hè? En ze blijven hier. En ze blijven hier. Ja, we gaan nog even kijken hoor, naar de ooievaar, hè, voordat we weer verder gaan. Succes. Dankjewel. Mee. En ja, voedsel voor de ooievaar moeten we misschien nog inleveren. Ja, hebben we nog frietje. Voedsel? Ja, frietje. Ja. We gaan overal eens even ons oor te luisteren leggen, hè, natuurlijk hier in Oosterhout. Om eens even te kijken wat zou de bijzondere dingen zijn, natuurlijk. Ja, goedemiddag, de Waarom Niet Televisie. Kijkt u wel eens tijdens de carnaval? De Waarom Niet Televisie. Kijkt u naar tijdens de carnaval, hè? Kijkt u dan wel eens naar televisie? Jawel, meestal. En ook naar de Waarom Niet Televisie? Nee, eigenlijk niet. Nee, nou, dat zou je toch eens moeten doen, want dat is zo leuk. Maar ik heb, het geluk is dat ik heb allemaal leuke dingen meegenomen voor mensen die niet kijken. Dus al die kijkers, ja, die hebben het al naar hun zin. Om mij aan het kijken te krijgen, neem ik aan. Ja, nee. Het is vooral om toch een beetje te vermaken als u niet kijkt. Okay. Dus het maakt ons echt niks uit als u niet kijkt. Ik vind het eigenlijk wel prettig als u niet kijkt. Want ja. Weet je wat dit is? Als jullie hebben je zeker de kijkers omdenken gevolgd, of niet? Nee? Oh. Nou, dat was mij te duur. Ik heb wel het boek. De reden waarom u dan nou niet zou kijken. Ja. Had u andere intelligentere dingen te doen? Of, of ik kijk naar het carnaval, naar de ORTS van hier in Oosterhout. Oh, de ORTS. Ja, dat is onze enorme belangrijke samenwerking. Ik kan het niet doen, maar ik ben natuurlijk wel import. Maar, oh, je bent import, ja. Ja. Wel. Nou, wilt u nog iets leuks zeggen over Oosterhout? Nou, dat ik het een tip-top stad vind. Hè? Ja, oh, dit is toch even een lastige aflevering, want we zijn hier op een levensgevaarlijk terrein. Beste kijkers, we zijn namelijk bij de handboogschietvereniging, noem het maar gewoon schietvereniging, Oosterhout. En hier gebeurt het allemaal. We gaan even kijken naar de targets, hè, waar echt op geschoten wordt. Ik ben blij dat we niet dichterbij hoeven te zijn. En weet je wat nog fijner is? Dat ze er niet zijn. Daar ben ik ook wel een beetje gerustgesteld over. En gelukkig, waar ze wel zijn, dat weten we ook. Ze zijn allemaal in de studio. Ja, we gaan het gauw terug naar de studio.